Oh, this you crazy mother. Goedemiddag, we zijn in het oh zo mooie Almere, maar dit is geen Almere editie. Dit is wat weet jij, nummer 20. En vandaag dacht ik, hé, we doen gewoon een speciale editie. Ik ben hier met YouTubers die jullie waarschijnlijk, ik ga eerst waarschijnlijk zeggen, allemaal kennen. Ik ben hier met... Quai Fines. Armo was right. Joey Bravo. Lindsay Bravo. Femke Louise. Snap King. Kill. Je ziet met wie we zijn, man. Dus we gaan gewoon kijken wie het beste gaat doen. Het is een soort competitie ook. Wie gaat het beste doen? Wie denken jullie? Ik. Ja, sowieso. Ik ga geen fouten hebben. Geen fouten, man. Ik heb al 2 keer meegedaan, dus ik denk dat ik mijn fouten nu al geleerd heb. Ik zeg je gewoon straight. Ik heb die stelling al lang bevraagd. Oh, oké. Jongens, we zullen het zien. We gaan het zien in deze speciale editie. Let's go. En de eerste kandidaat is... Femke. Ja, ik ben hier met Femke. En je gaat gewoon als eerst. Je hebt wel ballen. Ja, gewoon doen toch? Gewoon doen? Ja, natuurlijk. Oké, de eerste vraag is altijd, in welke provincie zijn we en wat is de hoofdstad van deze provincie? Nou, we zijn in Flevoland en de hoofdstad is Lelystad. Oké, dat ging soepel. Ik ben met de Armo Was Right. Fuck aan mensen. En jullie weten het, vorige keer was hij er al in de aflevering van Almere en hij was toen on fire. On fire, zoals altijd. Ja. Heel veel fire. Kijk, mijn hart staat in brand. Ga je weer right zijn en ga je weer on fire zijn? Ik ga één ding zeggen. Armo was fire. Oké, we zullen het zien. In welke provincie zijn we en wat is de hoofdstad van deze provincie? De hoofdstad van deze provincie is Lelystad. Lelystad. En wat is Flevoland en de hoofdstad van deze provincie is Lelystad. Oké, jongens. Die dingen staan niet zomaar in de titel. In de titel staat niet zomaar gaat fout. Het gaat letterlijk altijd fout. Er is nu een probleem. Joey, je ziet Joey daar, zijn vriendin achter. Het is letterlijk even fout gegaan. Oh my. Ja, het gaat fout, man. Ja. Er zijn een paar miscommunicaties. Dus. Ja, het gaat er dus om dat we nemen even een break. Waar gaat het eigenlijk om? Ja, kijk, wat we willen proberen te doen is... Ja, het is een battle, snap je? Gaat dus, fout. Ja, gaat fout, wil ik het niet noemen. Maar het is een battle, dus wij zeggen van ja, iedereen moet apart. Ja, dat is het. En Joey en Lindsay willen samen. Wat wordt het nu? Gaan samen, man. Toch samen? Oké. Dus maar dan vind ik wel dat, je weet toch, de punten moeten dan wel anders worden verdeeld, man. Komt goed, we gaan het regelen. Het ging even fout, we gaan weer door. Het gaat altijd fout. Ik ben hier met koppel Bravo, mag ik jullie zo noemen? Ja, man, sowieso. Ik ben hier met Joey en Lindsay Bravo, de team. Ze zijn met z'n tweeën, ze gaan het met z'n tweeën doen. Hoe gaan jullie het doen? Ja, we hebben een hele speciale tactiek, hebben we thuis bedacht. En dat is gewoon antwoord geven. Ja. Geen zwijgrecht? Nee. Maar jawel, sowieso zwijgrecht, dat zeg ik je toch. Gewoon zwijgen, altijd zwijgen. Oké, dus zwijgen maar wel antwoord geven. Oké, wie van jullie is het slimst? Van jullie twee? Ik. Oké, 100%? Ja. Ja, man. Maar jullie gaan allebei even antwoorden geven? Denk het wel, ja. Ja. Oké, we gaan het zien. De eerste vraag. In welke provincie zijn we en wat is de hoofdstad van deze provincie? Oh. Flevoland. En Lelystad is de hoofdstad. Oké, ik ben hier met de man, Yuri alias Quai Fines. En hij is het meest in de aflevering geweest. Dit is zijn... Derde. De hoofdstad van deze provincie is Amsterdam. Ja, maar welke provincie zijn we? Amsterdam. Oh nee, wow. Ik ga weer de fout in. Ga je eerste worden? Ik ga eerste worden. Oké, wie gaat het best doen na jou? Want jij gaat het best doen, neem ik aan. Ja. Ik denk Armo. Oké, weet je wat? We gaan het gewoon meteen testen. Je hebt deze vraag gekregen, je moet hem weten. In welke provincie zijn we en wat is de hoofdstad van deze provincie? We zijn in provincie Flevoland en de hoofdstad is Lelystad. Hij weet hem hoor, nu weet hij hem. Ik ben hier met Tim. Jongens, ik ga die killstreak voor jullie zetten, man, let op. Hij gaat die killstreak voor jullie zetten. Tim alias Snapking, alias Killking, alias Killstreak, Mr. Kill. Ja, kom man, geen één fout, let op. Geen één, zeker? Nee. Twee fouten. Oké, we gaan het zien. Ik ga meteen beginnen met de eerste vraag. In welke provincie zijn we en wat is de hoofdstad van deze provincie? We zijn in de provincie Flevoland. En de hoofdstad is... De hoofdstad is van Flevoland, Almere. Hoe is dit gebeurd? Wacht even. Oh nee, het is gewoon Amsterdam, kill. Ik maak me zorgen nu. Maar weet je waarom dat wat? Ik ben in Almere en dan zeg ik Almere, snap je? Daarom. Hey, jullie begrijpen me wel. Jullie begrijpen het wel. Je hebt al 12 eieren. Ja. Voor een cake recept heb je een dozijn nodig. Hoeveel eieren heb je nog nodig? 10? Had ik zeker niet verwacht, nee. Bro, man, je vraagt me vragen waarvan ik ga denken van wat de fuck is dat dozijn?
Het ligt eraan of je een pakje van 6 koopt of een pakje van 12. Ik denk dat het dozijn gewoon 1 pak is, toch? Ja. Oké, okay, dus het dozijn is er met 20 eieren in. Ja, ga verder. Ja, dus als je er 12 hebt, dan moet je gewoon er nog 1 kopen en daarvan heb je er nog 8 nodig. Dus je antwoord is 8? Ja. 24. Ja, 24. Oké, okay, ga gewoon eerlijk zijn. Dat is niet correct. Nee, het was wel correct. Ja, ik zei het toch. Nee, het was niet correct. Ik weet niet wat hij dacht, maar dat is niet goed. Je hebt al 12 eieren. Voor een cake recept heb je een dozijn nodig. Hoeveel eieren heb je nu nog nodig? Nog 12. 8. 8, goed. Ja? Had ik niet verwacht, maar je hebt wacht. Lekker, lekker, jongens. Ik ben even voor hem. Ik moet even inkomen. Hij moet even inkomen, maar hij is er. Killstreak. Killstreak. Oké, let go. Wat is zwaarder? 10 ons veren of 1 kilo goud? Kilo goud? Waarom? Omdat goud toch zwaar is. Is toch logisch? 10 ons veren. Wauw, ik dacht ik zou je hebben met die strikvraag, maar nee, je hebt hem gewoon... Waarom niet? Die strikvraag is dat je gaat denken dat het goud is, omdat goud normaal zwaarder is. Precies. Maar daarom zeg je zoveel veren dat het uiteindelijk meer is. I don't understand. Ja man, doordenken jongens. 10 ons veren dan. Instinct. 10 ons veren. Het is inderdaad een instinker, het is allebei fout. Wat is zwaarder? 10 ons veren of 1 kilo goud? 1 kilo goud. Waarom? Omdat een ons is volgens mij 1/10 van 1 kilo. Of nee, ons is 1/2 kilo volgens mij. I'm so damn confused. 10 ons veren of 1 kilo goud. 10, ja, dan moet je dat vergelijken met 10 ons en 1 kilo. En dan is een. Dan is een. Ik zeg ze denk 10 ons. Dan is een. Kilo zwaarder. Ja man, kilo man. Kilo goud is zwaarder dan veren man, fuck haar. Ja. Goud is zwaarder? Ja, goud. Dat het gewoon goud is. Ja, maar dat is gewoon goud. Veren dat is niks, dat is dit gewoon. Dat veren waait is weg. Gewoon, dat waait gewoon weg. Dat waait gewoon weg, kill. Gewoon goud, kill. Goud. Logisch. Ja man, goud goed man. Oké. Okay. Tweede goed. Oké. Okay. Een inwoner uit Nederland noem je een? Nederlander. En een inwoner uit Noorwegen noem je een? Noor. En een inwoner uit Zweden noem je een? Zweedenaar. Dat is niet waar! Een inwoner uit Nederland noem je Nederlander. Klopt. Een inwoner uit Noorwegen noem je een? Noor. En een inwoner uit Zweden noem je een? Zweed. Wow! Een inwoner uit Nederland noem je een? Nederlander. Een inwoner uit Noorwegen noem je een? Noor. Een inwoner uit Zweden noem je een? En toen werd het stil. Maar het komt eraan. Een Zweedse. Zwedenaar. Een inwoner uit Nederland noem je een Nederlander. Hoe noem je een inwoner uit Noorwegen? Een Noor. En een inwoner uit Zweden? Een Zweed. You sure? Yes. Dat is helemaal correct. Iemand uit Nederland noem je een? Nederlander. En iemand uit Zweden noem je een? Geen Zweden. Ook geen Zwitser, dat is Zwitserland. Een Zwedenaar. Get the fuck out the room, go! En iemand uit Noorwegen? Een Noorweger. Hou mijn mic vast. Ik ben er klaar mee, jongens. Oh mijn god. Ego, in het Engels. Is dat ego of ego? Geen van beide. Welke is het wel? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat dat onzin is, die andere twee woorden. Die andere woorden zijn onzin. Ja. Yeah. Ego bestaat niet. Precies. Ik ga denken dat het ego is, maar ik denk dat het ego is. Dus welke kies je? Ego. Deze weet ik, joh. Ego. Simpel. Ga je mee? Weet toch Sonic? Ja, ga je mee of niet? Ja, Sonic de ego. Ego? Wat was het? Ego of ego? Ja. Ego. Ego. Sonic is een? Ego. Leugenaar. Sonic the Eagle, je hoort het. Ego in het Engels, is dat ego of eagle? Dat is allebei niet goed. Wat is het wel? Het heeft een hele moeilijke naam, als het goed is. Maar het is in ieder geval niet een van die twee die jij hebt gezegd. Niet één van die twee, zeker. Ik weet niet hoe je het zegt, maar het is niet een van die twee. Hetzelfde geldt als iemand ananas zegt, hoe vaak in het Engels. Wat is het dan? Wat dan?
Wat is dat, ananas in het Engels? Ja, mensen zeggen altijd ananas of pineapple, maar het is pineapple. 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 Oké, okay, hij geeft jullie wel les. Het klopt, het is niet één van die twee. Nice, netjes. Oh, ja, ego is volgens mij I. Oh, dat is I. Nee, nee, stop. Ego of ego. Ego, man, makkelijk, ego. Dan is hij niet heel goed wijs als hij dat zegt. Okay. Spel het woord cholesterol. Dat heb je in gym life, dus. C-H-O-L-E-S-T-E-R-E-N. Ik ga mijn fix now. Kurt! Dat ging even mis. Ah, shit, man. Dat ging even mis. G-O-L-L-E-S-T-O-R-E-L. Pardon? Cholesterol. You look so dumb right now. C-H-O-L-E-S-T-E-Nee, wacht. C-H-O-L-R-G-S-T-G-R-S. Wie de R-O. O-L. Waarom zeg je geen O in plaats van O? Ik bedoel eigenlijk twee O'en, maar ik bedoel... Twee O'en. Twee O'en. Shout out naar Michael Owen, man. Oké, spel het woord fik. Fik. In de fik? Of? Ja. In de fik. Gewoon kleine F-I-K. Nederlands is een moeilijke taal om te leren. Oké, heb je nog wat te zeggen tegen de kijkers thuis? Ja, jongens. Als je ooit ergens in de stad loopt en je wilt... En Fano komt langs en je wilt meedoen, weet waar je aan begint. Want je komt op internet. En ja, dus... Je weet toch, doe gewoon je ding als je meedoet. Weet waar je aan begint, dus als je meedoet, doe het zo goed als Kwai. Juist. Oh, this is you crazy mother. Een kleine F. Ik bedoel deze. Die kleine F. Kleine F, gewoon die kleine F. Nee, de V, lange F, kill. Fik, met lange, ja, lange F.